NEC reist vrijdagavond met een grote groep supporters af naar de Achterhoek. Het uitvak van de Vijverberg is voor de wedstrijd tegen de Graafschap bijna helemaal uitverkocht. Dat betekent dat er 560 supporters meegaan naar Doetinchem. Koploper NEC speelt vrijdagavond om 8 uur tegen de nummer 5 in de Jupiler League. Een live verslag van de wedstrijd is te volgen via RN7 Regiosport. De gemeente Nijmegen scherpt de regels voor het verhuren van kamers aan studenten verder aan. Zo moet de overlast van studentenhuizen in de stad afnemen. Geluidsoverlast door studenten is veel buurtbewoners al lange tijd een doorn in het oog. Net als het afval en de fietsen in de voortuinen. Bewoners krijgen de garantie dat ze hoogstens aan één kant grenzen aan een studentenhuis. Fietsenbergingen worden verplicht. Woningen met een waarde van onder de 180.000 euro mogen niet verkamerd worden. Het eerste stadsdeel waar de overlast en illegaliteit aangepakt gaat worden is de 19e eeuwse schil om de binnenstad. Wethouder Beert Veldhuis benadrukt dat Nijmegen een studentenstad blijft en kamerverhuur zeker niet onmogelijk gemaakt wordt en noemt de grote aanwezigheid van studenten in de stad een last die niet tot overlast hoeft te leiden. Ook zegt hij dat overlast niet hand in hand gaat met illegale kamerverhuur en dat veel overlast juist ook van de legale studentenhuizen komt. De prioriteit ligt dan ook bij het tegengaan van overlast. Er komt geen nieuwe supermarkt bij in Malden. Er is zo'n 5 jaar lang geprobeerd om een prijsvechter te laten vestigen tussen de Boterdijk en de Rijksweg. Maar dat gaat dus nu definitief niet door. De gemeente Heumen heeft besloten dat er 3 huizen op het trein moeten komen. De huizen die op het trein gebouwd gaan worden moeten speciaal geschikt gemaakt worden voor wonen en werken. Mensen die hun beroep aan huis uitoefenen zouden er een goede plek kunnen vinden met een grote begane grond en veel parkeerplekken. Het college van burgemeester en wethouders heeft laten weten mee te willen werken aan het ontwikkelen van een bouwplan.